Ik ben hier vandaag bij de eerste Nederlandse kas die vanille produceert. Best bijzonder. Ik ben benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Hey, Philip. Hey, welkom bij de onderzoekskas van Wageningen Universiteit. We gaan zo vanille kijken, maar je moet wel eerst de jas aan. Nou, oké, dan gaan we dat doen. Volgens mij staan we hier dus nu bij die vanilleplant, maar vanille komt toch oorspronkelijk helemaal niet uit Nederland? Nee, het klopt. Bijna alle vanille die je nu kunt kopen, die komt uit Madagaskar. Doordat zij problemen hebben met klimaatverandering, ziekte, wordt het interessant om te kijken of je vanille in de kas kunt gaan telen. De bedoeling is dat je weet hoe zo'n plant groeit, hoe je hem in bloei kunt krijgen. Maar we willen het ook zo milieubewust mogelijk doen. Dus zo weinig mogelijk energie, water en voeding hergebruiken. Het belangrijkste voor vanille is om de bloemen te krijgen. Die bloemen die ga je dan handmatig bestuiven en dan krijg je peulen. Die moet je bewerken en dan krijg je de zwarte vanillestokjes waar het om gaat. Moet je maar eens ruiken. Oeh, dat ruikt echt super lekker. Echt duurzaam en innovatief. Maar waarom doen jullie dit onderzoek nu? We willen kennis ontwikkelen, niet alleen voor Nederland, maar ook voor alle andere landen waar dit soort gewassen geteeld worden. Wij doen bijvoorbeeld ook nog onderzoek naar koffie, naar zwarte peper, passievruchten. Een soort haring, maar dan. Kijk, wat wij willen is dat dit soort teelten in Nederland in de kassen gaan doen. Goede productie, goede kwaliteit, ja, dat is waar we mee bezig zijn. Voel ik wel, ja. Waarom is het zo belangrijk dat we de kennis die we hier opdoen met het onderzoek in Nederland ook verspreiden met de rest van de wereld? Wat volgens mij nodig is, is dat we dit soort kennis gebruiken om de producties te verhogen in het buitenland, kwaliteit te verbeteren. We zijn met zoveel mensen op de wereld, dus we moeten echt naar betere efficiëntie, beter gebruik van onze wereld. Super bedankt voor vandaag. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. En ik hoop dat we ooit in Nederland al deze gewassen zullen telen. Bedankt voor het kijken. Doei!